Maar hier heb je ze dus. En ze liggen op het zuidoosten. Het schijnt dat ze dan vrij veel zon vangen tot het eind van de dag aan toe. Ja. En ook door de weerkaatsing, want het is niet om de zon, maar het gaat om het licht wat ze vangen. Door de weerkaatsing moeten ze behoorlijk wat stroom opwekken. Willem Roeper, visroker uit Oude Schild, is een van de Tesla's met zonnepanelen op zijn dak. Ben je een idealist? Ja, prachtig. Ik rij op een tweetakbrommer. Nee hoor, ik ben helemaal geen idealist. Maar ik vind wel, je moet je steentje bijdragen waar het kan. Ja. En wat je kan. Dus ik had ook wel een molentje op dak willen hebben die stroom opwekte. Dat had ik wel prettig gevonden. Ja, ja. Maar die zijn nog niet vrijgegeven voor particuliere huishoudens. Dus ja, dat is weer wat jammer. Tessel had grootse plannen als het ging om alternatieve energie van wind en zon. Luister maar eens wat onder andere toenmalig wethouder Erik Hercules zei in een uitzending van Brandpunt in 2014. Tessel is energie-neutraal in 2020. Wat we hier doen is uniek in de zelfredzaamheid. Tessel zelfvoorzienend, dat is een mooie doelstelling en dat gaan we halen ook. Nu is het 2020. Het doel is dus niet gehaald. Maar wat is de stand van zaken? Hoe ver is Tessel op weg naar energie onafhankelijk zijn? Ik maak een rondje over het eiland om te kijken hoe het ervoor staat. In de polder het noorden ligt de schuur van landbouw- en loonbedrijf Van der Star vol met zonnepanelen. Bart van der Star is razend enthousiast over de duurzame energie. Daar liggen ze. Ja. Mooi, hè? Hoeveel zijn het er? Of zijn er geen idee, maar het is goed voor 64.000 kilowatt. Ja. Ja. En wat kun je er allemaal mee doen dan met die stroom? Ja, ja, alles wat je wil, hè. Ja. Ja, bij ons wat doen jullie ermee? Ja, wij salderen. Kijk, in de zomer wek je het op. Ja. Maar we verbruiken het nu met aardappelen, met ventileren en dat soort zaken. Oh ja. Dus wij salderen ze, maar in de zomer leveren we en in de winter nemen we. Oh, oké. Ja. En dan zijn we zelfvoorzienend. Nou, mooi. Ja, dus dat... Dat zouden meer boeren moeten doen. Ja, ik raad het ook iedereen aan, want de energiekosten vind ik de pannen uitstijgen. Ja. En wat de regering nou allemaal weer verzint met de fossiele brandstoffen die eruit gaan, ja, denk ik dat het alleen nog maar toeneemt, de prijs. Ja. Dus het moet bij je passen, maar ik raad het iedereen aan. Wij hebben de investeringen erin 5 jaar uit. 5,5, dus dat viel... Valt mee. Ja, viel ons ook mee. We waren blij verrast toen we het offerte binnenkregen. Ja. Dus het is gerust wel een som geld, maar ze leggen er nu 4 jaar op. Dus we moeten nog even ruim een jaar en dan is de investering eruit. Ja, ja, en dan ga je verdienen eigenlijk. Nou, verdienen, maar dan kost het in ieder geval geen geld meer. Nee. Want wij leveren niet, zeg maar dan, we salderen. Dus het is niet dat wij er geld aan overhouden. We hebben het puur voor onszelf gedaan. Dan heb je met niemand wat te maken. Ja. En dan ben je helemaal vrij man. De stroom voor die huizen kan ook... We hebben 2 kabels laten trekken. Ja. Dat is privé, in de stoppenkast bij ons thuis. En bedrijfsmatig in de stoppenkast. Ja. Dus dat kan allemaal prima. Het is net wat je wil. Je kan alle kanten op en je kan de invulling geven zoals je het zelf wil. Van het platteland naar het dorp. In Den Burg staat de bioscoop, die sinds enkele maanden ook voorzien is van zonnepanelen. Het is een hele tour, hè, om ze te laten zien. Ja. Want ze liggen niet aan de voorkant, want daar is dat soort beschermd dorpsgezicht, denk ik, hè? Ja, ze mogen niet op het pand zitten. Nee. Ze moeten echt daadwerkelijk op het dak liggen en Het is een monumentaal pand. Ja. Dat zijn ze alle 38. Kun je nou alle films en alles erop laten draaien? We proberen het wel, maar de apparaten nemen wel veel energie tot zich. Ja. Ja. Ik weet niet precies de aantallen, maar... Het scheelt wel. Het scheelt zeker in... in het energieverbruik. Niet zoals het dan een grijze dag is, dat er dan geen film gedraaid kan worden. Nee, we zitten gewoon nog op de energienet aangesloten. Ja, ja, want Tessel moet uiteindelijk energie onafhankelijk worden. Ja. Gaat het lukken, denk je? In de loop van de jaren denk ik wel. Boeren, burgers en de bioscoop dragen dus een steentje bij aan de verduurzaming van Tessel. Esther Krijnen helpt met haar bureau InnoFund de energietransitie op het eiland te managen. Als we het over die verduurzaming van Tessel hebben, hoe ver is Tessel dan nu in 2020? Ja, je zou denken heel ver. Ja. Maar toch, als je de cijfers bekijkt, dan zitten we op een schamele 4-5%. Oh. Tessel is energie-neutraal in 2020. De wens was eigenlijk 2020
onafhankelijk, hè? Of neutraal, ja. Energie-neutraal. Ja, dat is al jaren geleden uitgesproken en daar is heel veel over gepraat. Ja. Maar het komt echt erop aan om het te doen. Ja. Hè? En dat kan met kleine projecten zijn, van onderop, met burgers, met bedrijven, maar gewoon doen. Ja? Ja. Ja, wat zijn dan de belangrijkste stappen die de komende jaren gezet moeten worden? Nou ja, met wat ik zeg, kleine projecten altijd. Hè? Dat zijn weliswaar de druppels. Maar gewoon kijken van wat heeft nou in potentie, wat maakt de meeste kans? En wat is nog onbenut? Ja. En dan, zon is natuurlijk één van die mogelijkheden. Ja. Maar pak dan ook de grote daken. Ja. Ga met industrieterreinen aan de slag. We zijn al in gesprek met de agrariërs. Hè, en te kijken naar hun eigen verduurzaming, maar ook wel eens, eventueel in collectief verband. Ja. Dat zou veel meer opgepakt nog kunnen worden. Ja. Maar het is ook een soort bewustwording. Het heeft soms ook tijd nodig. Maar dat is nu wel aan de orde. Op het eiland lopen verschillende postcode-roosprojecten. Boeren of bedrijven stellen hun schuren beschikbaar om zonnepanelen op te leggen. En bewoners uit de wijde omtrek mogen meedoen in een soort collectief. Ik ga langs bij het tuincentrum van de Werven. Jeroen van de Werven legt uit hoe het werkt. Ja, we hebben hier twee schuren van elk 300 vierkante meter staan. Ja, daar doe je eigenlijk niks mee met zulke daken. Dat is natuurlijk zonde. En dan hebben we gedacht, joh, laten we het een nuttige bestemming geven. Omdat ze tegenwoordig natuurlijk allemaal met zonnecellen bezig zijn. En dat niet op weilanden neer te leggen, zeg maar. Ja. Gebruik die daken daarvoor. Het is dus eigenlijk de bedoeling dat mensen die geen ruimte op huis hebben, op het dak, die kunnen dan hierin participeren. En hier zitten met 275 zonnecellen zit hierop. En ik dacht dat er een man of 20... Huishoudens. Ja. Die hebben dus, de een doet 5 zonnecellen, de ander doet er 10, 20. Die zitten hierin. Dan betaal je €350 per zonnecel. En daar zit alles in geregeld. Dus dat wordt helemaal. De zonnecellen worden geplaatst, gemonitord, gerepareerd en dergelijke. Wij krijgen een vergoeding omdat we dat dak beschikbaar stellen. Plus dat we per paneel ook nog jaarlijkse vergoeding krijgen. En daar moeten wij dus alleen voor zorgen dat het dak altijd bereikbaar is. Dat die mensen er natuurlijk op mogen. Dat we verder zorgen dat het er 15 jaar kan zitten, zeg maar. Op Texel stikt het van de grote boerenschuren. Oneindig veel mogelijkheden dus. Als je grote boerenschuren hebt, ligt er een goede stroomkabel. Dat is natuurlijk ook een enkelpunt. Ja. Want er zijn natuurlijk, je kan wel een gigantische schuur hebben staan. Maar als het... als je natuurlijk ergens achteraf zit en dan gaat een heel klein dun kabeltje heen, dan kan die stroom niet op het net. Dus dan heb je er niks aan. Maar er zijn natuurlijk zat schuren die staan vrij dicht bij een vrij zware kabel. Zou Texel hiermee energie-neutraal kunnen worden op korte termijn? Nou, op korte termijn niet. Nee? Omdat er natuurlijk de energievraag is enorm. Ja. En al zou je alle daken volleggen, dat zou je uit moeten rekenen hoe ver je dan komt. Ja. Maar energie-neutraal, dat betekent natuurlijk ook dat, kijk, als de zon schijnt heb je energie. Maar s'avonds of in de winter, wanneer natuurlijk het licht nodig is, dan heb je de energie niet. Nee. Dus dit is alleen maar een manier om energie op te leveren. Ja. Maar het is nog niet, zeg maar, het lijf van Columbus te zeggen van oké, hier gaan we alles mee redden. Of het ei van Columbus op korte termijn gevonden wordt en hoe Texel energie onafhankelijk moet worden, ziet u volgende week in Onze Man op Texel. Het hoeft 3-4 windmolens op Texel en je bent rond. Ja. Dus ik snap niet waarom daar zo druk over gedaan wordt.